gaan naar 47 jaar achter mijn stoel verder gestaan. Ja. Vind ik het wel... Belletjes. Ja, heb ik het wel verdiend, denk ik. U bent in 1980 begonnen met... September. 1 september 1980. En heeft het altijd Kapsalon Herpier geheten? Ja, Haar van Fietje. Maar één. En u bent Fietje. En ik ben Fietje. Ja. En u bent in 1980 begonnen, dus je bent 42 jaar bezig al. Ja. 5 jaar in andere kapsalons gestaan. Oh, ja. Daarvoor? Daarvoor, ja. Dus totaal 47 jaar achter mijn stoel. 42 jaar dus hier op het Prinsenplein. Ja. Ik ben begonnen aan de andere kant. Dat is die winkel. Ja. Die is geopend door Litouwers. Door Litouwers? Door Litouwers. Hebben die ook wel eens geknipt? Die heb ik ook wel eens geknipt. En de kinderen geknipt. Kraammeester. En daar heb ik 10 jaar gezeten. En toen had ik brand. Toen ben ik naar een kleinere winkel hierachter gegaan. Ja. Dat was 40 vierkante meter. Daar heb ik 9 jaar gezeten. En toen werd het afgebroken. Voor een supermarkt en toen moest ik weer hier naartoe. Pietje is mijn vriendin. Is je vriendin, dus je helpt haar. Gewoon af en toe gezellig helpen, zoals vandaag. Ja. En wat ga je nou doen als je ermee stopt? Niks. Niks? Niks. Ga je met pensioen? Ja, ik ga met pensioen, ja. Ik heb wel mijn pensioen geleverd. Kijk. Zie je die leuke rode ballonnen daar? Weet jij veel. Ja. Hoe is Fietje als kapster, meneer? Ja, goed hoor. Ja, best over tevreden. Jij bent u een regelmatig terugkerende klant geweest? Nou, ik kan wel stellen, ja. Ja. Hij wilde ook heel graag de laatste klant zijn van mij. Ja. Dus dit is echt de laatste klant ook die hier... Dit is ook echt de laatste klant, kijk. Meneer Veen. Huh? Mark, de zoon? Ja, dat klopt. Hij was 7. Toen we hier begonnen. Dus ik was bij de eerste dag en ik ben bij de laatste dag. Oké, okay, ben je zelf ook geknipt door? Ik was de eerste klant vandaag. Vanmorgen, ja. U bent ook een trouwe klant? Heel lang. Ja. Oké. Ja, maar dat is steeds. Ja, dat zie je nooit. Ik heb er reden te geloven. Ja. Maar ik wil zo even 2 tellen met naar buiten. Ja. En dan ga ik het... ik zocht personeel. Ja. En we hebben een telefoongesprek gehad. Zij zocht een nieuwe kapsalon en ik zocht een kapster. En toen zei ik, nou, ik zoek een kapster die mijn salon over kan nemen. Toen zei ze, nou, dat is een uitdaging. Ja. En ze is komen werken en ze gaat nu de kapsalon overnemen. Ja. Nou Stef, dit was mijn laatste dag. Morgen ga jij ervoor. Ja. En ik ga je de sleutel overhandigen. En ik wens je superveel succes. Oh lief, dankjewel. Met mijn eigen letter erop. De eigen letter erop. In het roze. En de sleutel. Dankjewel. En ik blijf hier nog even bij staan. Ja, dankjewel. Met alles wat je nodig hebt. Ja.